jury en mede aanwezigen. Wij van de propositie zijn voor de stelling Nederland moet de raket naar de maan sturen. Daarvoor hebben wij drie argumenten. 1. Het onderzoeksargument. 2. Het tweede aardargument. En 3. Nederland krijgt veel aandacht argument. Eerste argument, onderzoek. Er is nu nog veel onduidelijk over de maan. En als we een raket daar naartoe sturen voor onderzoek, zal er meer duidelijkheid zijn. Onderzoek. Er zijn ook andere onderzoeken mogelijk op de maan dan op de aarde vanwege de gewichtloosheid. Het is ook nog een goede stimulatie van de wetenschap, want sommige onderzoeken zijn nog niet afgerond. Een tweede argument. Tweede argument. Straks is er misschien op aarde geen leven meer mogelijk. Of zijn er te veel mensen. Dan vind ik het niet menselijk om die mensen dan te laten sterven. Daarom willen wij de maan als tweede aarde gebruiken, omdat hij als enige planeet het meest op de aarde lijkt, omdat de zon op de maan schijnt. Er is dag en nacht. En er is een goede temperatuur en er is ook, zijn ook ijskristallen gevonden. Een derde argument. Nederland krijgt veel aandacht. Nou, door die raket op de maan af te sturen, zullen er veel buitenlanders naar Nederland toe komen. Die gaan naar hotels toe en die moeten ook eten en zo, dus die gaan geld betalen. Dat is ook goed voor de economie. Daarom, dus kortom jury, wij willen deze stelling graag in werkelijkheid brengen. Wij willen een raket naar de maan sturen, want het zal goed zijn voor de wetenschap, het zal goed zijn voor de economie, het zal goed zijn voor de toekomst. Dus kortom jury, zie de raket is gaan, daar gaat hij naar de maan.